Deze nieuwsuitzending is ter ere, of in eer, van Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com. Hij is seculair, zo heet dat. Empiristisch. Dat was in die tijd, van de 18e eeuw. Had je een schisma tussen de rationalisten, die zaten op het vasteland, en je had de empiristen, en die zaten in Engeland. En het vasteland had je, kijk hoor, Wolf was een rationalist, Leibniz was er een, Spinoza. Ik ben er nog één vergeten. Maar we maken het uit. En in Engeland had je Locke, L-O-C-K-E, John Locke. En Berkeley, dat was een bisschop, als ik mij goed herinner. En Hume, David Hume. Dat waren empiristen. En het verschil tussen die twee was dat die twee groepen, hè, dat de continentale, dus de mensen van het vasteland, Spinoza, en Wolf en Leibniz en wie ben ik nou vergeten? Ben er eentje vergeten? Nou, goed, Leibniz heb ik gehad. Jawel, die ene nog. Ah, die schiet me zo altijd binnen. Ja, die gingen ervan uit dat er een was. Ja, God, als het ware. Dat was onomstotelijk. Dat was hun uitgangspunt. Je kan zeggen, dat was de gelovige filosofie. Ja, ik ben gelovig. Ik ken God geen eigenschappen toe. En aangezien ik God geen eigenschappen kan toekennen, kan ik ook niet zeggen dat hij bestaat. Want hoe kan ik nou zeggen, ik Perry Winkle, dat God bestaat als ik hem geen eigenschappen toeken? Hoe kan ik dan zeggen dat hij bestaat? Want waar zou ik God aan moeten herkennen? Als jij zegt, ja, Perry Winkle bestaat, dan heb je daar waarschijnlijk een punt bij. Want je luistert naar deze uitzending en die wordt gelogd bij de NSA en de CIA en overal is mijn dossier. Dus met recht kan jij zeggen, Perry bestaat. Maar hoe moet dat met God? En wat ik wel mooi vind aan Alan Watt, serieus, dat is echt in ere, in praise. Hij houdt het seculier. Hij laat de hele kwestie van het goddelijke gedoe, dat laat hij achterwege. Dat heeft hij helemaal niet nodig in zijn verhaal. Hij kan het hebben over het Koninklijk Instituut van de Internationale Betrekkingen. Dat je dan al denkt van, oh God met Christus. En dan staat hij er heel fijntjes bij stil. Alan Watt heeft ook geweten van wat ze in Vietnam hebben gedaan. Nou, dat is pronken met andermans veren, want dit weet ik alleen via Alan Watt. Maar wat ze in Vietnam hebben gedaan, is echt geweldig. Het zat als volgt. Daar moest een oorlog komen, een koet-koet. En een oorlog maak je door twee partijen tegelijkertijd te steunen. En tegen elkaar op te stoken. En dan creëer je een chaos met allemaal verbrande kinderen en kapotte bossen en lalala. En dan komt het Rode Kruis. Internationale Rode Kruis. Uit Zwitserland natuurlijk. Nou, dat was allemaal de bedoeling.
En dan hadden ze zo'n een leuk experiment en het heette Agent Orange. Dus Agent Oranje. Ja, dan kan je maar lachen, man. Er zijn twee benzeenringen die verbonden zijn met twee zuurstofatomen. En aan de buitenkanten van die benzeenringen, daar hangen vier chlooratomen. Benzeen op zich is kankerverwekkend. Dus heb je twee benzeenringen, nou, helemaal leuk. En dan chloor erbij. En dat zuurstof, dat, wat er tussen hangt, dat houdt de boel bij elkaar. Maar is tevens een middel tot oxidatie. Dus dan valt zo'n benzeenring uiteindelijk uit elkaar. Dus dan heb je twee armen, verschrikkelijk. Maar ze hebben dat getest. En dan gingen ze dus ontbladeren, want dan kon je beter zien waar de Vietcong zat of zo. Hè? Want die verscholen zich onder de bladeren. Dus dan doen we daar Agent Oranje overheen. Ja, en dan wilden ze weten, zeiden ze tegen de soldaten, er zijn geen strijders, er zijn nooit strijders naar Vietnam gegaan, alleen soldaten. Het gaat even over de waarheid van het woord. Een soldaat krijgt soldij namelijk. Het heeft ook iets te maken met het woord zout. Zout was vroeger een kostbaar goed. Nu niet meer. Nee, dan stoppen ze de jodium in. Jodiumzout, ja. Wat moet ik daarmee, man? Nou, maar even voor jullie ook. Hier in Arnhem. En dan moet je maar een keer naar Arnhem komen. Dan moet je trouwens toch. Hier in Arnhem kopen ze een hele grote pot met zeezout. Dat kost je geen dromen. Dat doe je in een jaar mee. Ja, maar niet te veel zout eten hoor. Nee, man. Je moet gewoon weten of het voor jou zout genoeg is. En mensen die te weinig zout eten, ja, die vallen bij mij niet onder de categorie van de meest slimme mensen. En volgens mij komt dat omdat ze te weinig zout eten. Maar dat is een ander verhaal. Maar soldaten, daar komt het woord vandaan. De mensen die werken voor zout. Dat zijn geen strijders. Een strijder is iemand die zijn grondgebied verdedigt. Of het grondgebied van I and I. Er zijn hele heldhaftige verhalen geschreven over de... Dat was in de tijd van het Byzantijnse Rijk. En dan kwamen die Arabieren, die kwamen er weer eens aan, zo stoont als een garnaal. De assassin. Allemaal hash erin. Hè? En dan op een kameel en in je linkerhand je zwaard. Dus, met de linkerarm, daar zit je komzwaard. En op je kameel. Ja. En dan gaan we even winnen. Dat was van ons, de Byzantijnen waren blanke mensen. En christelijk, volgens mij. Ja, dat was één van ons tegen tien van hun. Ja, dan niet één tegen tien, want dat verlies je natuurlijk. Maar 300 van ons tegen 3000 van hun, prima te doen. Dat waren strijders. Het was ook beloofd aan die jongens van... Als je, wanneer het nodig is, bereid bent om jezelf tot de dood te vechten, dan krijg jij een stuk land. En als jij dood bent gegaan in de strijd, dan vervalt het eigendom van jouw land aan je gezin. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over dat je kind geen eten meer heeft en je vrouw tot armoede vervalt. Nee, helemaal niet. Dat land is van jou. Maar als wij op ons fluitje blazen, dan ben jij er. Want die Arabieren komen eraan. En dat was de deal. Dat zijn strijders.
Maar soldaten, ja, die mannen die naar Vietnam gingen, die gingen, ja, voor de poen. Meer niet. In Amerika was niks te verdienen. Ik heb een stukje gelezen uit de, was een biografie van Winston Churchill, geschreven door een vrouw. Nou, ga dat boek niet lezen. Walgelijk taalgebruik, heel slecht vertaald. Complete bagger. Maar nu wat erin stond. Winston Churchill dus overleg heeft gehad in de jaren 30. Van ja, ik heb zin om een lekker war. Hoe gaan we dat doen? Nou, en het advies was, en dat heeft hij opgevolgd, dat alle banken zouden stoppen met het verstrekken van leningen. Ja, maar Piggy, wat vertel je me nou? Ja, maar dat wist ik al. Ik wist dat het zo ging. En doordat je de banken plotseling de geldkraan laat dichtdraaien, ja, dan vervalt het volk tot armoede. Want die bedrijven hebben leningen nodig voor activa. Dus jij wil een mooie business beginnen. Ja? Ik denk van ja, ik kan geweldig meubeltjes maken, maar daar heb ik nodig A, B, C, D, E. Ja? Daar heb ik nu geen geld voor. Maar als ik die spullen heb, dan ga ik daarmee met die spullen, met die activa, aan de slag. En dan produceer ik waar. Op zijn Karl Marx gezegd. Dat is economie. Ja, en als je dan alle banken de opdracht geeft om te stoppen met het verstrekken van leningen, ja, dan gaat de hele business, dan gaat de economie kapot. En dan hebben de mannen geen werk, helemaal niks. Ze hebben alleen nog hun moeder en een vader die in de kroeg zit. En dan ga je posters ophangen. Van wie heeft er zin in een baantje? Ja, daar komen die jongens wel. En zo hebben ze die jongens bereid gevonden om de Tweede Wereldoorlog te gaan doen. Namens Engeland. Dan krijg je een mooi pak aan en een mooie muts op je hoofd. Mag je ook nog korporaal worden? Die oorlogen die worden worden zorgvuldig van tevoren gepland. En niet dat het heel goed lukt, hoor. Want, kijk, het internet dat heeft ons wel informatie gebracht, maar ook ongelooflijk veel bullcrap. Helemaal kotsmisselijk van wordt. Maar dan nog, dat internet maakt wel wat duidelijk. De communicatie is verbeterd. De communicatiestroom is verbeterd. De inhoud van de communicatie, nog niet echt. Het zit er wel aan te komen. Het zaad is er wel. Maar het is er nog niet. Ze krijgen een grote moeite met het creëren van de volgende oorlog. Dat verhaal van Noord-Korea met Zuid-Korea is een beetje een uitgeperste sinaasappel, vind je niet? Moeten we daar nog sap uithalen? Noord-Korea tegen Zuid-Korea? Ja, want de Chinezen worden ook boos en Poetin doet... Nou, ga toch weg, man. Maar terug naar Vietnam. Die jokers die daar zaten... Die konden zich intekenen voor een experiment om de werking van Agent Orange te testen. Van hoe goed werkt het eigenlijk? Hebben wij dat goede ontbladeringsmiddel? Ja. En dan werden die jongens opgesteld in een carré, een soort rechthoek. En allemaal een notitieblok. En dan moesten ze die boom in de gaten houden. En dan kwamen die vliegtuigen over en die sproeiden die chemicaliën, dat is Agent Orange, Agent Oranje, eroverheen.
En die soldaten moesten dan kijken, ja, de tijd opschrijven waarbij het eerste blaadje viel. En het tweede blaadje. En dan, nou, uiteindelijk mocht je zeggen, hé, daar liggen nu 400 blaadjes. En dan moest iedere soldaat, een non-strijder, die moest dat opschrijven. En al die soldaten aan het einde van de dag, van nou, dit was wel een leuke dag. Ja, je hoeft je niet tegen de Vietcong te vechten in de modder. Met het gevaar van malaria en zeg het maar. Nou, het experiment was dat ze wilden weten hoe het met die jongens zou gaan. Want er stonden geen meisjes tussen. Het was een heel seksistisch experiment. Dus alleen maar jongens. Ze wilden weten wat voor gezondheidsklachten ze kregen. En daar is een heel dossier van opgesteld. Het is inmiddels, inmiddels een aantal experimenten vastgesteld dat als je mensen Agent Orange laat opnemen, dat gaat via je longen, via je huid, dat maakt niet uit. En als je wil weten hoe Agent Orange werkt, dan moet je een pleister nemen. Die kan je hier kopen bij de drogist. Dan moet je helemaal impregneren, dan moet je voorzichtig doen. Kleine scheutjes, zodat die goed nat wordt, die binnenkant van die pleister. En dat spul is dan benzine. Moet je benzine in een pleister stoppen. Nou, dan doe je die benzinepleister ergens op je lichaam. Nou, kijken hoe lang het duurt voordat jij kermt. Nou, dat en dan ongeveer 10.000 keer zo erg. Dat is Agent Orange. Ja, wat voor klachten krijgt een mens dan? Stomme soldaten. Stomme Amerikanen. Maar je kan het de Amerikanen niet kwalijk nemen, want hier in Nederland is er niemand op de hoogte van dit feit. Iedereen zit morgenochtend bij het ontbijt. Naar elkaar te grijnzen. Van leuk, hè? Toen in Vietnam. Nou, ik heb het er maar over. En ik dwaal lekker door. Ik wilde het eigenlijk hebben, want ik heb het nu over Alan Watt gehad. Dat is een mooi intro van 17 minuten. Als jullie gaan kijken naar cuttingthroughthematrix.com. De link staat onder deze video. Eindelijk doe ik het een keertje netjes. En er staat ook een link in naar hij heeft meerdere kanalen, maar één kanaal van Jurk Glisman. Ga die maar beluisteren. En Jurk Glisman is dan, als je Alan Watt een empirist mag noemen, Jurk Glisman is van de andere kant, is van de rationele kant. Voor Jurk Glisman geldt de Bijbel en voor de rest kan iedereen zijn rug op. Hij is een extremistische, fundamentalistische christen. Maar die moet je ook beluisteren. Hij heeft een mooie stem. Hè? Jurk heeft een. Hij kan Duits. Hij is geboren in Hamburg. En hij woont nu in Leuven. Nou, het is een sprookje van een leven van de. Hoe heet zo'n mens dan? Hij is 10 jaar jonger dan ik. Dus hij is geboren ergens in. 12 jaar jonger of zo. Eind jaren 60 of zo. Denk. Die moet je ook luisteren. Dat moet je echt doen. Serieus. Als je last hebt van een puistje of whatever. Of je hebt geen zin om naar het geoude hoeren van die andere mensen te luisteren. Ja, luister dan naar deze twee personen. Neem afstand van de wereld. Daar gaat het om. De wereld is. De wereld zoals wij die kennen. Ons geleerd is op school. Ja, je moet op tijd zijn.
Goede cijfers moet je hebben. Maar die wereld bestaat niet. Die wordt kunstmatig in stand gehouden. En dat weten zowel Alan Watt als Jurk Gliesman. En Jurk Gliesman, ja, maak je er maar eventjes je borst voor nat. Maar, ja, die komt met de Bijbel. En daar heeft Jurk totaal gelijk in. Er is geen jota verschil in het respect dat Jurk en ik hebben voor de Bijbel. Geen jota. Hooguit kan ik zeggen dat Jurk een betere... Nou, hij is bijbelvaster, zo heet dat. Hij kan het zo zeggen. Ik heb het nog een keer gevraagd om de uitleg van numeri, dus numbers in de King James, numeri 31, want dat is een pikant hoofdstuk. Ik naar Jurk via Skype. Kan je me uitleggen wat hier nou staat, want ik kom er niet uit. En ik kreeg zo'n pinnige reactie terug van, wat nou, moet ik jou uitleggen hoe de Bijbel in elkaar zit? Je gaat het zelf maar uitzoeken, homo. Als het ware dan, overdrachtelijk gesproken. En ik weer terug naar Jurk. Ik heb echt geprobeerd hoor. Ik ben op internet gaan kijken. En ik begreep er wel iets van. Ik denk, ja maar shit the fuck. Zo dadelijk moet ik het hele boek numeri gaan lezen. Om het hoofdstuk 31 te kunnen begrijpen. Daar had ik geen zin in. Jullie misschien ook niet. Ik zou het wel doen hoor. Gewoon numbers. Pak de King James erbij. De oude versie, de 1611. En geen enkele andere. Niet de New King James. Nee, helemaal niet. Al de gezeik, man. En als je het in het Nederlands wil lezen, dan neem je de Statenvertaling. Die is algemeen in Nederland ervaard of zo. Erkend, dat is het woord. Hier in Nederland erkend als de beste Nederlandstalige vertaling van de King James. De King James. En niet de New NIV of de whatever. Daar hebben ze meelopen voetelen, man. Het is al een godswonder dat wij de King James gevonden, ja, gekregen hebben. Nee, ik ben niet stoned, ik ben niet dronken. Ik vertel wat mijn mening is. Ben jij maf? Nou, ik heb het genoeg gehad over het een en het ander. Ik heb het gehad over Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com en Jurk Gliesman van Juggler66. Die in Leuven woont. En nu naar het onderwerp van vandaag. Een tijdloos onderwerp. Dus ik maak deze uitzending en ik weet niet wanneer ik hem live zet. Maar het maakt niet uit. Het zal altijd zo blijven. Zoals het is, namelijk. Dat heet karma. Wij maken met onze vrije keuze, die hebben wij. Hè? We hebben een vrije keuze. We hebben geen vrije wil, by the way. Christelijk dogma, en het klopt. Ha, 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 ha. Wat een opluchting. We hebben geen vrije wil. Nee, je hebt helemaal geen vrije wil. Dan kon je er maar. Je hebt een vrije keuze. Ik noem maar wat. Ja, dan loop ik de supermarkt in en dan denk ik, wat wil ik eigenlijk? En dan zie ik al die, tegenwoordig in de supermarkt, je moet op, man, wat een steriele omgeving. Ja, want er zitten in ieder geval geen bacteriën. Ja. Ja, af en toe ga ik dus wel even lekker naar de markt. Dan haal ik daar wel wat.
Dat is je vrije keuze. En die is beperkt. Je kan niet overal voor kiezen. Ik kan ook wel zeggen, ik wil een met diamanten versierde gitaar. Net als Prins. Die artist formerly known... Tefcap of zo heet hij nou? The artist formerly known as Prince. Ja, Tefcap. Ik wil zo'n gitaar. Dat is mijn vrije keuze. Ja, dat kan je voor kiezen. Maar daar gaat het. Kijk, je hebt de vrijheid van keuze is beperkt. Je mag maar zoveel kiezen. Je mag niet alles. Ja, je kan niet alles kiezen. Ik ben opgegroeid in een flat aan de Plesmansingel. We woonden op nummer 267. Helemaal bovenin. Ik had ook al kunnen kiezen van nou, ik wil eigenlijk al die woningen. Dan is dat allemaal van mij. En ik wil politieagenten onderaan die verhinderen dat er maar iemand naar binnen komt. Ik word Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ja, die keuze had ik niet. En die andere dingen die ik mocht kiezen, die heb ik wel gedaan. Amstelveen, daar ben ik opgegroeid. Dat sterft daar van de vijvers. Dat is geweldig, hoor. En ik lekker vissen. Dat is een vrije keuze. En een vrije wil heb je niet. Het probleem met de wil is dat die wil tot macht komen, want anders is het geen wil. Dus als je me niet gelooft, dan ga je maar Friedrich Nietzsche lezen. En die legt het je prima uit. Der Wille zum Macht. Maar je wil tot macht, die is niet vrij. De wil tot macht heeft zin als jij je onderwerpt aan de wil. En dat is Arthur Schopenhauer. Want de wil, Kant trouwens ook. De enige eigenschap van wat later de wil zou worden genoemd, is dat die goed is. Een wil is altijd goed. En niet zomaar. Ja, dat wil ik. Ik wil het zus, ik wil het zo. Nee, je wil helemaal godverdomme niks. Hou je bek, mafketel. Luister naar het vogeltje. Onderwerp je. En dat heeft zo zijn nadelen om zo te denken. En daarmee je handelen te laten leiden. Want je krijgt voor je kloten. Mensen gaan misbruik van je maken. Van, oh, jij bent zo'n algemeen goedwillende. Nou, heb je zin om voor 0, niks per uur voor mij te komen buffelen. En jij met je goede wil gaat op zijn aanbod in. Dat gebeurt. Op allerlei fronten. Dan nog blijft het zo dat die wil zo moet zijn. En de christenen hebben daar een heel mooi voorbeeld in gegeven. Van ja, dan maar zo. Maar ik onderwerp mij niet aan de vrije wil van een of andere malloot. Een keizer Nero, die had een vrije wil en die moest tot macht komen. En dan huppatee, en ik ben het Romeinse Rijk. En de christenen zeiden van, ja, maar dat doe ik niet aan mee. Je mag het wel doen. Dat vinden wij niet erg. Maar we doen er niet aan mee. Want wij hebben geen vrije wil. We hebben een vrije keuze. Het christendom is de westers boeddhisme. Het is een geëvolueerd boeddhisme. Dat mag je zeggen.
Met een vuurpijl op het einde. Wat ze dan noemden de gebeurtenis. Want zo werd er over gesproken. Er werd niet gesproken over de... Zoals Prince dan... The Cross. Nee, helemaal niet. Je had een mens en die heette Jezus, de Nazareër. Maar dat is de persoon. De Anthropos. En toen is er iets gebeurd. Dat is de gebeurtenis. Ja. Maar die gebeurtenis an sich is niet belangrijk. En an sich is Nederlands. Houd het goed in de gaten. De gebeurtenis op zichzelf is niet belangrijk. Staat in de Bijbel. Maak je daar geen zorgen over. Christus heeft gezegd, het is noodzakelijk dat ik heen ga. Want anders kan ik mijn klusje niet afmaken. En als ik hier bij jullie blijf, net als een Elvis Presley, dan ga ik aan een overdosis. ga ik op mijn 60ste zo. Christus zei, ja, dat gaat hem niet worden. Zoals ik het voor mij zie, is het beter dat ik heen ga en dan ga ik aan de slag. En I'll be back. Net als de Terminator. Dat heeft Christus gezegd. En aangezien alles wat hij gezegd heeft, dat heb ik geverifieerd. Ik heb hier een Koning Jacobus Bijbel in huis, de echte met die rode letters. Die rode letters, die kloppen allemaal. Logisch gesproken. En ga mij niet vertellen dat ik geen verstand heb van logica. Dat is mooi hoor. En die andere... ik ga een beetje stotteren, vergeef het mij. Er is een heel mooi verhaal, dat staat ergens in het Nieuwe Testament... En als je wil weten waar, dan moet je maar een mail sturen naar Jörg Liesman, die weet wel waar. Ja. Je hebt liever dat je zelf een bericht stuurt naar Jörg, dan dat ik dat voor jou ga doen. Of naar Tom Frass. Of zo. Ja, ik had nog wel meer. Misschien moet ik nog wat meer kanalen bij de description box gaan zetten. First Amendment Radio is er ook zo heen. First Amendment, dat is een aanpassing volgens mij. Amendement. Van de Verenigde Staten. Dat is een behoorlijk vet probleem. Logisch gesproken. En sociaal. Ja, het is een mooie boel. Maar goed, terug naar die vrije keuze. Kijk, je hebt een vrije keuze. Je mag eigenlijk doen wat je wil. Je maakt een scan van je mogelijkheden. Van, wat kan ik doen? Kan ik zus doen? Dat kan niet. Dat kan ook niet. Ik wil morgen een Ferrari. Ik wil in een Ferrari 300 SEC naar mijn werk. Ja, daar kan je wel voor kiezen. Maar hoe? In een website of zo. Rentaferrari.com of zo. En je hebt dus die beperkte keuze. Zonder meer. En wat doe je daarmee? Hoe besteed je je tijd en aandacht? En als jullie vaker naar mij geluisterd hebben, dan weet je dat... Ik overtuigd ben van de tautologie dat tijd plus aandacht is liefde. Tijd plus aandacht is liefde. Het is je vrije keuze. Waar jij je tijd, je aandacht, dus je liefde, in gaat stoppen.
Ik wil een zeilschip en dan wil ik naar de Azoren gaan zeilen over de Noordzee. Ja. Nou, moet je dat, ja, als je dat wil. Ik hou je niet tegen. Maar als je schip dan problemen krijgt en er moet een reddingshelikopter komen, ja, dan hoop ik wel dat het niet van mijn algemene lasten wordt betaald. Mafketel in zijn zeilboot. Gaat er weg. En er zijn veel voorbeelden van. Mensen die hun tijd en aandacht besteden aan dingen waarvan ik denk, ja, dat heeft geen enkele zin. Je kan het wel doen. Denk je dat je aan het einde van je leven, want even, dan gaan we het serieus hebben. Nu ben ik aan het woord. Volgens elke religie, elk boek, daar wordt ervoor gewaarschuwd dat je je leven moreel dient te leven. En dan heb je nog van die jokers van het Egyptische dodenboek. Ja, ga dat maar even lezen, voor het slapen gaan. Zal ik daar even over hebben? Want ik weet er het een en ander van. Dat vinden jullie vast interessant. Nou, het zit als volgt. Met de dood hebben we het over. Wat geinig, man. Is er leven na de dood? Dat was een hit van die man van Nederlands Hoop, Freek de Jonge. En dan Bram Huppeltje Pup achter de piano. Is er leven na de dood? Stips, zei de jongen. Nee, Robert-Jan. Robert-Jan Stips. Is er leven na de dood? Nou, het antwoord is ja. Punt. Er is geen enkel boek waarin bewezen staat dat moleculen, die komen af en toe samen en die formeren dan naakslakken en dennenbomen met dennenappels en konijnen en kikkers. En dan komt er soms, hey, heb je mens? En dan gaan die mens gedood. Dan zijn die moleculen vallen weer vrij. En dan gaat alles overnieuw beginnen. Ja. Nee, dat staat in geen enkel boek. Dan kan je wel lopen zeuren zeiken over religie. Ja, maar de religie, dat is boekenwijsheid. Ja, waar hadden we het dan op moeten zetten? We zijn bezig geweest met kleitabletten, maar die werden alleen maar gebruikt voor de rekeningen. Dat was de Babylonische spijkerschrift. En een beetje aristocratieverering. Maar het gaat om de waarheid. Is er leven na de dood? Ja, zeker. Ja. En het Tibetaans dodenboek heeft er een heel... Ja, dat is een... Daarin wordt gezegd, als iemand overlijdt die een schuld heeft aan zijn omgeving. Hè? Niet aan Mars of zo, nee, aan zijn directe omgeving. Kortom, een klootzak gaat dood. Een infidel, een ongelovige, een... asociale, een psychopaat, een borderliner, een, zeg maar, echt zo'n persoon waarvan je denkt van, we zijn er vanaf. En dan wordt het gedicteerd dat de overlevenden, die moeten feest gaan vieren. Ja, zo luid mogelijk. Het maakt niet uit wat je doet. Waarschijnlijk komt daar de punkmuziek vandaan, van het Tibetaans dodenboek. Want gelukkig is die klootzak dood. Want terugbetalen, dat zat er niet in, dat zit er niet in en dat zal er dus niet inzien. Inzien. Gelukkig is die dood. Die schademaker. Dus dat heeft geen zin. Het leven, je leven en schade te veroorzaken. En dan de pijp uit te gaan en te zeggen tegen de wereld, dag Sinterklaasje, dag, dag. Dat zit er niet in. Dat kan niet. Niet volgens de boeken. En dan kan jij zeggen, ja, maar ik ben een veel slimmere filosoof dan jij, want ik ben niet naar de katholieke indoctrinatieuniversiteit geweest. En heb daar inderdaad geen 9 gehaald voor logica.
Maar het zit er niet in. Dus je hebt geen enkele keus. In die zin geen vrije wil. Je moet ervoor zorgen dat je andere mensen geen schade toebrengt. En dan de andere is van de dood van Socrates. Kennen jullie Socrates? Het begin van de Griekse filosofie. En Socrates heeft zelf geen letter geschreven. Een beetje een aristocraat was het. Maar wel een soort Kasparov. Een beetje fout, maar ja, hij kon wel goed schaken. En Socrates is dan, zo wordt gezegd, doodgestorven met het drinken van dolle kervel. Een giftig kruid. En dat is een toneelvoorstelling, denk ik. Hoor. Net als de dood van Theo van Gogh, daarvan denk ik ook van nee, dat geloof ik niet. Dat is mij allemaal een beetje te toevallig. Nou, Socrates heeft bij zijn giftdood, volgens de schrift die door Plato is opgeschreven. Volgens Plato heeft Socrates gezegd bij zijn dood als een van de laatste woorden tegen zijn volgelingen, zijn discipelen. Van denk erom dat die kip die wij gekregen hebben voor de kippensoep, dat die kip terugbetaald wordt. Vergoed wordt. Socrates wist in die zin waar het om ging. Je moet je leven in balans houden. Debit credit moet gelijk zijn. Nou, Socrates was in 399 voor onze jaartelling de pijp uit. En die had het erover. Het Egyptisch dodenboek. Nee, sorry, die heb je ook nog trouwens. Maar het Tibetaans dodenboek, dat bedoel ik. Ik weet niet hoe oud dat is. Best wel oud, hoor. En daar staat dus in beschreven dat... Dat klopt dan ook met... er is een vrouw geweest, ze heette toch Elisabeth Schwarzkopf. Vergeef me, als ik het niet precies weet. En die heeft onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Mensen die waren klinisch dood. En toen waren ze weer in leven. En die mensen, die heeft ze geïnterviewd. En die vertellen allen hetzelfde verhaal. Namelijk, ze zagen een wit licht. En laat dat nu ook staan... Want Elisabeth Schwarzkopf was in de jaren 90 van de vorige eeuw. Maar laat het nu ook staan in het Tibetaans dodenboek. Ja. Nou, en dan gaat het verhaal in het Tibetaans dodenboek als volgt. Er zijn mensen die sterven, die zien het witte licht en die gaan naar het witte licht. En die zeggen hallo papa of zo. Die worden omarmd. Dat heet de hemel. En er zijn mensen die, als ze gestorven zijn, die zien in de duisternis, want als er een licht is, is er ook een duisternis, of niet? Ja. In de duisternis zien ze dingen en denken ze, ja, maar ja, ik ben wel dood, maar wat was dat nou? En die kijken naar het duisteren, nadat hun lichaam gestorven is. Dit staat in het Tibetaans dodenboek. Ja. Niet van mij. Ik pronk met andermans veren. En die mensen die naar de duisternis kijken, die gaan een verdieping omlaag. En dan krijg je een geel licht. Nou, de rest ga ik niet vertellen. Maar het is Dante's hel. Waar je dan naartoe gaat.
Ik ben ook gestopt met lezen. Er is zo'n fase. En dan heb je alsmaar gekeken naar de duisternis. Terwijl je lichaam gestorven was. En jij bent er nog steeds. Dat staat daar. Dat is niet zo maf, man. Ik zit er niet te zeiken. En dan krijg je uiteindelijk die fase. Dan is het level 4 of zo. En het heet de bloeddorstige goden. Voel je nou al? Oh, die is spannend, man. Dus je lichaam was dood. Je zag het witte licht. En je wilde niet naar de, ja, het rechte. Nadat je lichaam stierf, ben je toch in die onduidelijkheid gaan verdiepen. Van ja, ik ben wel dood, maar wat heeft die ander gedaan? Of zo. Hoppakee, volgende level. Batsa. Het wordt alleen maar erger. En dan krijg je uiteindelijk dat level met de bloeddorstige goden. Dus je hebt al die vorige levels waarmee je had kunnen ontsnappen. Dus je zit als het ware in een vage vuur. Je kan eruit. Hé, hey, dat was een goede grap van mij. Maar je kan eruit. Nou, dan kom je uiteindelijk op het zoveelste niveau daaronder. En dat heet de bloeddorstige goden. Of woorden van gelijkstrekking. En jij bent dan tot leven gekomen. Want kijk, na de dood kom je tot leven. Hetzelfde is met boodschappen doen bij de supermarkt. Als je naar buiten loopt met je boodschappen, dan begint het pas. Je gaat langs de kassier. Even afrekenen en wat hebben we dan? Dan begint het leven. Dit is allemaal precies andersom. Staat in de Bijbel. En de theosofen, ja, nu ik toch aan het ratelen ben. Maar die theosofen zeggen, van nou, als je moreel geleefd hebt, dan hoef je maar eens in de 2000 jaar tot leven te komen. Snap je? Dus dan, volgens de theosofen, hoef je maar, nou, wordt een mens 70 jaar. Dus 70 jaar van de 2000 jaar hoef je maar op te treden. Voor de rest mag je in de zaal zitten, Coca-Cola drinken, een beetje toeschouwen. Denken van pff. Terwijl kwaadaardige mensen, zeggen de theosofen, kwaadaardige mensen die dus met een boos hart sterven, die worden dezelfde dag weer geboren. Dat idee, dat plant zich voort. Het moet, want God is goed. God schaapt ook, heeft alles gemaakt. Zoutmoleculen, zeg maar. En die kwaadaardigen, die maakt hij ook. Wat die theosofen zeggen, daar kan ik het niet mee oneens zijn. Wel is het zo dat zij dan zeggen van ja, dus als Christus terugkomt, komt hij dan over nu ongeveer. Zeggen de theosofen. Daarom zijn ze ook wanhopig op zoek gegaan naar een Maitreya. Van waar is die, waar is die, waar is die? Ja. Maar er is een moraal om je aan te houden. En belangrijk is dat jij dat zo vrij mogelijk doet. Elke mogelijkheid die je kan pakken, hoe onbenullig ook, pakken. En ga met kinderen om, ga met mensen om van een jongere leeftijd. Het maakt me niet uit hoe oud je bent. Als jij luistert naar dit, je bent 12, zoek een jongetje op van 6 of zo. En laat hem ook meedoen.
Ja, je hebt geluisterd inmiddels naar Alan Walt en Jörg Liesman. Met de beschrijving van de crisis. Want de crisis is er. Totaal. En wat moet je daartegen indoen? Dat is heel simpel. Het houden aan moraal. En dat moet je zelf gaan doen. En ik vind het dus, maar dat is voor mij persoonlijk. Hè? Dansen. Dat vind ik heerlijk. Ik heb daar niet een ander mens voor nodig. Wel muziek. Ik ga niet in de stilte een beetje. Nee, dat doe ik niet. Doe mij maar dansen. En met iemand anders dansen. Vind ik ook heel. Dat vind ik, ja, ik moet eerlijk zijn, nog leuker. Als iemand meedanst. Maar in mijn eentje kan ik ook dansen. Als de muziek goed is. In het streetcafé hier in Arnhem. Nu heb ik het over vrije keuze. Hè? Het streetcafé in Arnhem. In de Wezenstraat. Een wees is een mens zonder ouders. W-E, nou, ik ga niet spellen. Ja. Nicht das Wezen. Maar Wezenstraat. Ja, ga er naartoe, man. Je moet een beetje mazzel hebben met wie er achter de bar staat. Maar dat is overal. Dus dan ga je een paar keer naar een streetcafé. Ja. En wat kost dat nou? Ik weet niet waar je woont. Maar stel je woont in Westervoort. Ja, dan kan je makkelijk naar het streetcafé. Je woont in Dieren. Dat is easy, man. Weet je, over chip. Eindje wandelen. Het is ook vastgesteld dat mensen die reizen met het openbaar vervoer, die hebben gemiddeld betere spieren en alles dan mensen die naar de sportschool gaan. Ja, vind je het gek? Iedereen die trappen op, trappen af, hollen voor de over chip ellende. Snel bliep, en dan hollen naar de bus en dan op die bus instijgen. Ja, je kan kiezen, want ik neem een abonnement op het openbaar vervoer of ik neem een abonnement bij de sportschool. En wees nou eerlijk. En beweeg jezelf een beetje. En dan beweeg je jezelf naar een streetcafé in Arnhem. Heb je dat goed begrepen? Ja, maar ik woon in Amsterdam. Ja, dat is mijn probleem niet. Dan ga je maar sparen. Kom even langs. Hey, streetcafé is een goede tent, man. En dat zijn vrije keuzes die je maakt. En als je nou even terug wil, stel je woont in Heer Hugo Waard. Ja, dan moet je een overnachting hebben. Maar dat lukt wel. Een bed and breakfast of zo. Dat kan je allemaal krijgen hier. Dat zijn jouw keuzes. En dan stop jij jouw tijd. Daar gaat het om, hè. Dat is heel belangrijk. Tijd. Zeker als je uit Amsterdam komt. En je komt naar het streetcafé in Arnhem. En dan zeg je hallo tegen mensen. En dan vertel je dat je uit Amsterdam komt. En dan vragen die mensen aan jou. Uit Amsterdam? Wat kom je hier doen? En dan zeg jij, nou, Perry, nou hoef mijn naam niet te noemen, daar gaat het niet om. Maar dan zeg je, ik had gehoord dat dit een hele leuke tent is. En daarom kom ik hier naartoe. En dan weten die mensen, als je met de wetende praat, want er komen ook stommelingen natuurlijk. Als je met een wetende praat, die denkt, wow. En dan doe je wat. Dan geef je een energie door. En jij krijgt daar energie voor terug.
En in een streetcafé, daar kan je darten. Dat is een hartstikke leuk spelletje. Daar heb je een vriendin. Ja? Neem haar mee. En laat haar darten. Hm. Ze draaien daar verhipte goede muziek. Als je mazzel hebt. Ik ga geen namen noemen. Maar die ene DJ, of de man die achter de bar staat. Die heeft zo zijn dagen. En dan draait hij zijn eigen muziek. Maar hij heeft ook zijn goede dagen. En die andere, die man die heeft gewerkt voor Herman Brood en Grupo Sportivo. Die draait altijd dansbaar. Echt swingbare muziek. Heel leuk. En er werkt ook een vrouw, maar die moet je treffen, want ze heeft een kind tegenwoordig. Die kan niet altijd werken. Want dat was degene die dan voor mij Peter Gabriel opzette. Zo. Met Salisbury Hill. Dat is een goed dansnummer. Climbing up on Salisbury Hill. Mooi nummer. Dat kan je doen met je tijd. Doe wat mafs. En vooral als je een vriendin hebt. Als je van ver komt. Als je van dichtbij komt, ja, dan mag je zo een meisje oppikken. Dan kan het wel wat worden, toch? Alleen voor haar moet jij zijn. Je moet een serieus leven leiden. En die idioterie om ons heen, met die maffe Vietnamoorlog, om er maar te zwijgen over al die andere leugens. Wat hebben wij eraan? We ontmaskeren, zegt de Heere Heere. Maak het duidelijk. De Heere Heere heeft duidelijk opgedragen aan ons om er niets aan te doen. Je mag niet tegen het kwade in. Dat mag volgens het Oude Testament al niet. En in het Nieuwe Testament wordt er alsnog op gehamerd. Christus Jezus, en dat vind ik dus dat positief van Christus Jezus, dat hij zei, heb uw naasten lief. Punt. En dan heeft hij ook nog gezegd, heb uw vijanden lief. Ja, die is hem totaal compleet. Want zo dien jij te zijn. Jij bent liefhebbend. En je maakt onderscheid tussen je naasten en je vijanden. Van 0 of 1. Want veel van onze vijanden, die maskeren zich. En die denken van, ja, het is misschien mijn vijand, maar af en toe doet hij wel wat aardigs. Ja. 50 tinten grijs, homo. Het is je naaste niet. Het is je vijand. En die vreet je leeg. Droevig, denk ik. Maar voor wie? Als we allemaal naar de kloten gaan, ja, wie is er dan nog over om te huilen? Ik vind het zo zielig dat de mensheid voorbij is. Ja, wie? Want de mensheid is toch voorbij? Dus nou, dan maakt het uit als we allemaal naar de kloten gaan. Zonder meer een waarheid. Hè? Zo'n mooi verhaal van het concentratiekamp. Was het Mauthausen? Nee, dat is het andere kamp. Oh, niet Treblinka. Ja.
Shit, dat zouden ze echt verplicht moeten stellen. Dat iedereen minimaal 10 à 12 namen op kan noemen van concentrationslager destijds in Duitsland. Ging het gewoon. Bergen-Belsen? Ik heb er weer in te pakken. Het was niet Theresiastad. Ja, dat was die. Ja, ik vergeet die naam iedere keer. Maar de bedoeling was dat ze al die mensen zouden. En dat niemand het zou weten. Ja, dat is mislukt. Het originele plan was dat niemand het zou weten. Maar dat is uitgelekt. Stel ik je homo's. Bij Auschwitz, ik ken mijn geschiedenis. Toen de Russen eraan kwamen, toen hebben de Duitsers, de SS'ers, die hebben tegen die mensen gezegd van ja, wij gaan weg. En nu moet jij je kans kiezen. Of je gaat met ons mee, we hebben niks, we hebben geen auto, we moeten te voet. Of je gaat met ons mee, of je wacht hier tot de Russen je komen redden. Maar de meeste kampbewoners, die gingen mee met de SS'ers. Is gebeurd. En in dat besef ga jij leven. En je vrijheid pakken. Je vrije keuzes maken. Je zegt, ja, Piri, maar ik kan niet helemaal naar Arnhem komen hoor. Ik heb een slechte been of zo. Dan doe je maar wat anders. Waar heb je nou echt zin in? En word een beetje happy, een beetje stralen. Ja, met mij gaat alles goed. Ja, precies. Dat is alles wat je hoeft te doen. Daarmee geef je energie aan andere mensen. Erg belangrijk dat wij dat gaan doen. Net als een leeuw of een tijger, zo vlak voor de aanval, ga je zo helemaal achterover liggen. Dat hij niks in de gaten heeft en dan kaboom. Vanuit rust komt actie. En ik garandeer je dat het streetcafé in Arnhem een van de rustigste plekken van Arnhem is. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Und aus Hamburgs sag ich. Tjus. En dag lieverd.